Mijn eerste avond viel dus goed mee. Ik voelde er heel weinig van en ik dacht dus dat het niet zo erg ging zijn als iedereen zei. Zoë kreeg enkele maanden geleden een harde diagnose. Ze heeft acute leukemie. Terwijl haar leeftijdsgenoten momenteel examens afleggen, houdt zij een blog bij over wat haar overkomt. Ik heb nu 7 dagen chemo gekregen, 24 uur aan een stuk. Ik heb nu dan een maand in isolatie gelegen. Dat is wel vervelend, want je mocht echt een maand niet uit die kamer. En ja, ik heb me toch nog wel vrij goed kunnen bezighouden. Zoë verdrijft de tijd door verhalen en foto's te posten op haar blog. Maar daar doet ze ook een warme oproep, want er is een groot tekort aan stamceldonoren. Als ik dat niet zou doen, die stamceltransplantatie, is de kans heel groot dat ik dat binnen een jaar of zo terugkrijg. En dan moet ik weer een chemokuur doen en zo. Ja, ik zou er liever toch wel vanaf zijn. Stamcellen doneren is al lang niet meer een procedure van kommer en kwel. Er wordt eerst bloed gegeven om te kijken of je weefsel overeenkomt met dat van een patiënt. En pas dan kan je misschien ooit een leven redden. Ik hoop toch wel dat dat nu stijgt, dat iedereen dat begint te doen en zo. Want het is niet alleen voor mijn eigen, maar ook gewoon iedereen heeft dat nodig. En er zijn zoveel patiënten die dat moeten zoeken. En ja, die hopen allemaal dat ze dat vinden. Je registreren als stamceldonor kan heel snel op de website van het Rode Kruis. Maar leukemiepatiënten hebben ook veel rode bloedplaatjes nodig. Vraag ook daar dus uitdrukkelijk naar bij je volgende bloedafname. Momenteel ben ik nog altijd misselijk en moe. Ik hoop dat ik me morgen beter voel, maar weet dat het ergste nog moet komen.